Goedenavond. Het verheugt mij en ons zeer dat u in zo grote getale bent gekomen en dat er zoveel belangstelling is voor spierreuma. Dat vind ik heel belangrijk en ik vind het ook mooi dat u dus in zo grote getale aanwezig bent. Spierreuma. Dit is de indeling van de avond. We hebben een klinisch deel die begint met een kennistoets. Dus ik heb een kleine rol, ik doe de kennistoets en dat is niet om u te toetsen, maar een beetje te weten hoe kijkt u tegen spierreuma aan. Dan gaat dokter Sandovici uitleggen wat spierreuma is, vroege herkenning spierreuma en de behandeling. En deel 2, en dat is dan na de pauze, zullen we het hebben over onderzoek en hopen u mee te nemen. Dat we het hoop leren van u en van spierreuma en hoe we daarmee bezig zijn. En dat zal worden verzorgd door dokter Van der Geest. En aan het eind volgt dan een samenvatting. En dan herhaal ik mijn vragen weer om te kijken van, goh, heeft u wat opgestoken? Is uw kennis daarover nu veranderd? Want dat zou mooi zijn, want dat is natuurlijk eigenlijk het doel van deze avond. De kennistoets. Vraag 1. Is spierreuma een aandoening van de spieren? Wie denkt ja, mag nu zijn vinger opsteken? Nou, ongeveer misschien de helft. En wie denkt nee? Nou, ik denk 50-50. Dan de tweede vraag, en die is misschien nog lastiger. Is spierreuma hetzelfde als fibromyalgie? Wie denkt ja? Nou, daar hebben we weinig leerpunten. En wie denkt nee? Nou, dank u wel. Dus het geeft ons ook een beetje idee hoe u als publiek hier zit. En dan geef ik graag het woord aan dokter Sandovici, reumatoloog, UMCG, OZG. Ik weet niet of dit aan staat. Staat dit aan? Ja. Dank u wel, Lisbeth. Dames en heren, we gaan het vanavond hebben over spierreuma. We gaan eerst praten over wat spierreuma is en wat spierreuma niet is. We gaan praten over vroege herkenning van spierreuma en over behandeling van spierreuma. Ik zou graag willen beginnen met een korte uitleg over reuma en auto-immuunziekten. Reuma is in feite een verzamelnaam voor een aantal aandoeningen, voor vele aandoeningen van het bewegingsapparaat. Onze gewrichten, spieren, slijmbeuzen en pezen kunnen aangedaan worden. Even een schouder. Dankjewel. Hier kunt u een nakte schouder zien, alleen botten. Eromheen liggen spieren, zoals hier weggegeven wordt. En dan de pezen, de uiteinden van de spieren die zich hechten op de bot. En dan de slijmbeuzen, een soort kussentjes gevuld met vocht die tussen de botten aan de ene kant en de spieren en de pezen aan de andere kant liggen. Er zijn veel soorten reuma. Bij een aantal reumatische aandoeningen speelt ontsteking een zeer belangrijke rol, zoals bij spierreuma, het onderwerp van vanavond, maar ook bij gewrichtsreuma zoals reumatoïde artritis en artritis bij psoriasis. Bij een aantal andere ziekten, zoals bij fibromyalgie, speelt ontsteking geen rol. Ontstekingsreuma is een auto-immuunziekte, een ziekte van het immuunsysteem, van het afweersysteem. Het afweersysteem zit eigenlijk overal in ons lichaam. We vinden in ons bloed de witte bloedcellen, maar de ontstekingscellen bevinden zich ook in de lymfeklieren, maar ook in de huid en in de slijmvliezen. Als we gezond zijn, dan merken we niet zoveel van het afweersysteem. Maar de cellen van het afweersysteem zijn altijd klaar om te gaan vechten tegen mogelijke indringers. Meestal zijn er bacteriën of virussen. Normaal gesproken is het afweersysteem in staat om een onderscheid te maken tussen je eigen cellen en bacteriën en virussen. Maar het afweersysteem kan ook fouten maken. En het afweersysteem kan dan beginnen te vechten tegen je eigen lichaam.
De gewrichten, de spieren, de slijmbeurzen kunnen aangedaan worden, maar ook de bloedvaten en zelfs onze organen, het hart, de longen, de nieren en zelfs de brein. Het resultaat van zo'n afwijkende reactie van het AVI-systeem is een ontstekingsreactie, zoals te zien is bij spierreuma. Spierreuma heet een medische term aan polymyalgia rheumatica, PMR. Het is een ontstekingsziekte van mensen ouder dan 50 jaar. De gemiddelde leeftijd is 70. Het is een veel voorkomende aandoening. Het treft 2 tot 4 op de 1000 mensen boven de 50 jaar. Een huisarts ziet gemiddeld 5 nieuwe patiënten met verdenking op spierreuma per jaar. Hier kunt u nog als een blauwe lijn weergegeven voor vrouwen en voor mannen het aantal patiënten met PMR. En u ziet dat vanaf 50-jarige leeftijd de lijn begint te stijgen. Het bereikt een piek rondom 70, 75 jaar en na 80 jaar begint weer te dalen. Met de veroudering van de populatie is dan ook te verwachten dat het aantal patiënten met spierreuma zal stijgen. Spierreuma is in feite geen correcte naam voor deze ziekte. Want bij spierreuma zit de ontsteking niet in de spieren, maar juist in de pezen, in de slijmbeurs en in het gewricht zelf. En ziet men voornamelijk in de schouders en in de heupen. Het is een andere ziekte dan de fibromyalgie. U weet het al, maar ik ga het toch vertellen. Fibromyalgie is een ziekte van jongere mensen, meestal van vrouwen. En ten opzichte van de spierreuma, waarbij juist ontsteking te vinden is, bij fibromyalgie is geen ontsteking te vinden. Welke klachten passen bij spierreuma? Pijn en stijfheid. Van de nek, van de schouders, van de rug, van de heupen. Aan beide kanten van het lichaam. Het kan eenzijdig beginnen, maar in de loop van de ziekte doet de andere kant ook aan mee. Mensen zijn stijf, met name in de ochtenduren, en ze hebben moeite met aan- en uitkleden. Patiënten kunnen ook klachten hebben van stijve handen, zwelling van de knieën, van de polsen. Ze kunnen ook koorts hebben, klachten van nachtzweten, ze kunnen afvallen, ze kunnen moe zijn en ze kunnen ook depressief zijn. Hoe herkennen wij als artsen spierreuma? In de spreekkamer luisteren we naar het verhaal van de patiënt. En daarna stellen wij ook gerichte vragen. We doen een uitgebreid lichamelijk onderzoek. En zoals ik het vertel tegen mijn patiënten, ik ga u nakijken van top tot teen. Daarnaast doen we een bloedonderzoek. En we kunnen ook beeldvormenonderzoeken doen, foto's van de gewrichten, van de botten, echo van de gewrichten en soms ook een PET-CT-scan gericht op ontsteking. Welke klachten heeft de patiënt? Ik zag onlangs een vrouw, een 70-jarige mevrouw, die was verwezen door de huisarts vanwege klachten van pijn en ochtendstijfheid. Ze heeft pijn, sinds 4 weken pijn in de schouders en in de heupen. Zij is ochtends stijf, ze was ook al van tevoren stijf, maar sinds 2 weken is de ochtendstijfheid duidelijk toegenomen. En ze klacht ook over stijve handen, de gewrichten zijn dan niet opgezet. Ze heeft geen koorts, wel nachtzweten. Zij is afgevallen, 2 kilogram binnen 3 maanden. Ze heeft een verminderd eetlust, zij is moe. Zij is depressief. Ze heeft verder geen klachten van haar longen, van haar hart en buik. Bij lichamelijk onderzoek vind ik een heldere, adequate, niet zieke mevrouw. De bloeddruk aan de rechterarm is iets hoger dan aan de linkerarm, maar dat mag wel, zolang onder de 10 mm verschil is. En ze kan nek, de schouders en de heupen niet goed bewegen. Ze kan nauwelijks haar hoofd naar rechts en naar links draaien. Ze kan nauwelijks haar armen heffen. Tot 90 graden verder kan het niet. En ze heeft moeite met opstaan uit de stoel. Als ik haar onderzoek, zie ik geen tekenen van gewrichtsontstekingen. Ze zijn niet dik, warm of rood.
En over haar hart, longen en buik vind ik verder geen bijzonderheden. In haar bloed heeft zij verhoogde ontstekingswaarden. CRP en bezinking zijn beide verhoogd. Ze heeft geen reuma-eiwitten. Wel heeft zij een bloedarmoede. De bloedplaatjes zijn verhoogd. Haar witte bloedcellen zijn normaal en ze heeft geen nieren- of leverproblemen. Kunnen we nu de diagnose spierreuma met 100% zekerheid stellen? Nee. Want er kan sprake zijn van slijtage. Die kan de klachten van pijn en stijfheid verklaren. In combinatie met een bijkomende infectie. Dat zou de verhoogde ontstekingswaarden, de bloedarmoede en de verhoogde bloedplaatjes kunnen verklaren. Daarnaast zou er sprake kunnen zijn van een bijkomende ziekte en ik kom hier nog op terug. Het eerste probleem bij spierreuma is dus dat je onderscheid moet maken tussen spierreuma en een andere ziekte die soortgelijke klachten kan geven. En het probleem is dat wij op dit moment geen specifieke bloedtest hebben. Dat wil zeggen dat we geen stofje kunnen bepalen in het bloed van een patiënt, waarbij wij met zekerheid kunnen zeggen dat er sprake is van spierreuma. Er is dus zaak om meerdere andere ziekten uit te sluiten die soortgelijke klachten kunnen geven. We kijken of er sprake is van slijtage, artrose, of er sprake zou kunnen zijn van een gewrichtsreuma en geen spierreuma. En er zijn een aantal andere ziekten, zoals de ziekte van Parkinson, suikerziekte, schildklieraandoeningen, overgang bij vrouwen en fibromyalgie, die dus ook spierklachten en gewrichtsklachten kunnen geven. Daarom doen we aanvullend onderzoek in de vorm van beeldvormenonderzoek. We kunnen of we laten foto's maken van de gewrichten. Hier kunt u zien een voorbeeld van een foto van een schouder met artrose. En u kunt zien dat de ruimte onder de schouderdak nauwelijks zichtbaar meer is. Dus u kunt zich voorstellen dat een patiënt die deze foto heeft nauwelijks de arm kan heffen. Net zoals een patiënt met spierreuma. Op deze bekkenfoto kunt u zien dat er sprake is van heupartrose, slijtage van de heupgewrichten. En u kunt zich voorstellen dat deze patiënt moeite heeft met of klachten heeft bij het opstaan uit de stoel. Net zoals een patiënt met spierreuma. Hier kunt u zien een foto van een patiënt met een reumatoïde artritis, gewrichtsontsteking. En als je bij een patiënt die komt met klachten van schouder en heup en daarnaast ook klachten van de handen, en je deze foto ziet, dan weet je dat er sprake is van een reumatoïde artritis, want dan zie je die erosies. Dat zijn hapjes van de bot die zichtbaar zijn op zo'n foto. En dat komt door het groeien van ontstekingsweefsel in de bot. Dus foto's kunnen jou als arts helpen om andere oorzaken van de klachten uit te sluiten. Ik heb bij mijn patiënt ook een echo gemaakt van haar schouders. Hier kunt u weer zien, we zijn op zoek naar ontsteking van slijmbeurs rondom de pees of van het schoudergewricht. En hier kunt u denk ik duidelijk zien vochtophoping, ontstekingsvocht in de slijmbeurs tussen de schouderbladen. Normaal gesproken zie je nauwelijks ruimte tussen de bladen van de slijmbeurs. Maar dit is een duidelijk afwijkend beeld die past bij spierreuma. Je zou ook een PET-scan kunnen doen. En dat is een onderzoek van het hele lichaam. Hier ziet u een PET-camera. En een typisch beeld voor spierreuma is opname, aankleuring, rode aankleuring rondom de schoudergewrichten en rondom de heupgewrichten. Soms ook in de onderrug, bij de wervels en bij de nek. Probleem 2 bij spierreuma is dat er niet alleen spierreuma kan zijn, maar kan ook 1 op 5 tot 10 patiënten kan ook een vasculitis hebben, een ontsteking van de bloedvaten, ofwel arteritis temporalis of Russell-arteritis genoemd. En dat is de reden dat wij als artsen in de spreekkamer vragen stellen over
hoofdpijn, kaakpijn, tongpijn en oogklachten. Want deze klachten kunnen berusten op ontsteking van de bloedvaten van het hoofd. Ook vragen wij naar klachten van gewichtsverlies, moeheid en nachtzweten, omdat deze klachten een uiting kunnen zijn van ontsteking van de grotere bloedvaten, bijvoorbeeld van aorta en van de takken van de aorta, van de grootste slagader in ons lichaam. Als we een PET-scan laten maken, dan zien we bij een patiënt met vasculitis, met reusartritis, hier kunt u denk ik duidelijk zien, rode aankleuring van de wand van de aorta, van de grootste slagader, en ook van de rechter slagader die gaat naar de arm. We zien soms, maar dat is niet het meest geschikt onderzoek, op een PET-scan kunnen we ook ontsteking van de bloedvaten van het hoofd zien. Meestal als we denken dat ontsteking speelt in de bloedvaten van het hoofd, laten we een echo maken. Mijn patiënt had klachten van nachtzweten en ze was afgevallen. Dat was de reden dat ik bij haar ook een PET-scan en een echo van de bloedvaten heb laten maken. Er waren gelukkig bij mij en mijn patiënten geen aanwijzingen voor een bijkomende bloedvaatontsteking. Wel duidelijk ontsteking rondom de schouders en de heupen. Ik stelde dus de diagnose polymyalgia rheumatica, spierreuma. En ik startte met behandeling. Behandeling van de spierreuma is prednisolon. Gebruikelijke begindosering is 15 tot 20 milligram per dag. Daarnaast geven wij botbeschermers, omdat prednisolon botontkalking kan geven. Meestal geven we vitamine D en alendroninezuur en soms ook kalktabletten als patiënt onvoldoende kalk binnenkrijgt. Mag beschermer indien nodig. We vervolgen de patiënt polyklinisch. Begin van de behandeling vaker, 2 tot 6 weken en daarna in het algemeen elke 3 maanden. Bij een controle kan er sprake zijn van remissie van de ziekte. Dat wil zeggen dat de ziekte rustig is, de patiënt geen klachten heeft en de bezinking en CRP normaal zijn. In dit geval wordt de prednisolon afgebouwd. Er kan ook sprake zijn van recidief, een terugkeer van de klachten, dan wel nieuwe klachten. In dit geval wordt in het algemeen de prednisolon opgehoogd of er wordt een medicijn, een prednisolonsparend middel erbij gestart. Prednisolon wordt dus, als de ziekte rustig blijft, langzaam afgebouwd en een gemiddelde duur van de behandeling van spierreuma is 1 tot 2 jaar. Kan soms ook 3 tot 7 jaar zijn. En soms langer dan 7 jaar. En er zijn ook een aantal kleine patiënten die nooit van de medicatie afkomt. Bijwerkingen van de prednisolon zijn of kunnen veel zijn. Patiënten klagen over gewichtstoename, over een dik gezicht. We kunnen botontkalking vinden, we kunnen een verhoogde bloeddruk vinden. Mensen kunnen een suikerziekte krijgen, klagen over dunnere huid, gevoeligheid voor infecties en stemmingswisselingen. Probleem 3 bij spierreuma is dus de behandeling. Hier kunt u mooi zien, de eerste keusbehandeling is prednisolon. In feite is er geen andere behandeling voor de spierreuma op dit moment. Een goede reactie op prednisolon is wel een kenmerk van de spierreuma. Als de patiënten terugzien na starten van de prednisolon, vertelt hij of zij dat hij of zij zich als herboren voelt. Prednisolon is echter een paardenmiddel. En er zijn weinig andere opties. In feite van al die reuma-remmende middelen die we hebben, en we hebben veel voor gewrichtsreuma, voor reumatoïde artritis, van al die medicijnen is in feite methotrexaat de enige waarvoor wel wat bewijs is uit studies dat als prednisolonsparend middel gebruikt zou kunnen worden bij spierreuma. Dat wil zeggen dat als je die middel bij de prednisolon geeft, het lukt wel om prednisolon verder af te bouwen en eventueel te stoppen. We krijgen vaak vragen van patiënten
is er geen andere behandeling dan de prednison, want ik krijg een dikke buik of ik word zo onrustig van. Of kan bij mij de prednison snel afgebouwd worden, meestal ook omdat er bijwerkingen zijn. Of heb ik ook een bloedvaatontsteking na spireuma? Dan kunnen we, zoals ik net uitgelegd heb, zouden we met een echo kunnen gaan kijken of we kunnen een PET-scan laten maken. Kan het anders? Er zijn zeker een aantal uitdagingen voor ons als artsen. En dat heeft aan de ene kant te maken met het feit dat we vrij weinig weten over deze ziekte. En straks zal mijn collega Niels van de Geest u iets meer over vertellen. Maar ook over het feit dat we weinig weten over beloop van de ziekte. En dat we op dit moment geen stofje kunnen bepalen die iets zegt over de prognose, over de beloop van de ziekte. We kunnen dus niet vertellen bij het stellen van de diagnose hoe lang de behandeling zal duren. Zal dat 1 jaar zijn, zal dat 7 jaar zijn, of zal de patiënt nooit van de prednison af kunnen komen? Kan de behandeling ook zonder prednison? We hebben in feite op dit moment geen alternatief. Welke medicamenten zijn geschikt om te geven als prednison sparende middelen bij spireuma? En bij wie kunnen we beter gelijk met de prednison ook een andere middel starten die zorgt dat de prednison sneller afgebouwd kan worden? Er is dus nog heel veel te doen. We zijn in het UMCG kort geleden gestart met deze studie. Het is een behandelstudie met leflunomide. Die wordt gegeven naast de prednison in een snellere afbouwschema. Patiënten krijgen of leflunomide of placebo naast de prednison. En de duur van de studie is 2 jaar. We hopen aan het einde van de studie te kunnen concluderen dat leflunomide ook een goede geneesmiddel is voor patiënten met spierreuma. In conclusie, spierreuma is een veel voorkomende en behoorlijk belastende ziekte. Treft mensen ouder dan 50 jaar. Een nauwkeurige diagnose is van belang. En er zijn weinig behandelingsmogelijkheden met veel mogelijke bijwerkingen. Ik dank voor uw aandacht. Mijn naam is Niels van de Geest. Ik ben onderzoeker naar reumatisch en spierreuma in onze afdeling. En in opleiding tot reumatoloog. En ik zal u wat verder vertellen over het onderzoek binnen onze afdeling. Nou, was niet het einde van mijn presentatie. Als het goed is, is er meer. Een beetje harder? Ja? Ben ik zo goed te verstaan? Oké. Ik zal even kijken. Wacht even. De techniek is handig. Ja. Ja. Nee. Hij was al... Dan met enige vertraging. Dit waren de conclusies van voor de pauze. Dus we hebben het over spierreuma gehad. Over dat het zeker niet een zeldzame ziekte is. Dat het veel klachten geeft bij onze patiënten. Dat het met name, ja, eerlijk is het misschien niet, mensen boven de 50 alleen treft. Dat een nauwkeurige diagnose belangrijk is, omdat er ook een langdurige behandeling aan vast kan zitten met de bijbehorende bijwerkingen. En dat we helaas nog heel weinig behandelmogelijkheden hebben. We hebben prednison, maar dat is een behandeling die we eigenlijk al 60 jaar toepassen bij deze ziekte. En eigenlijk is er al die tijd niet heel veel veranderd wat betreft de behandeling van de spierreuma. En terecht leidt het dan vaak tot vragen bij onze patiënten. Ze zijn net al kort genoemd. Hè, van, is er niet een andere behandeling dan die prednison? Want ik heb er al die bijwerkingen van. Er zijn mensen die hebben 1 bijwerking, maar er zijn ook zeker mensen die hebben 2, 3, soms zelfs 4 bijwerkingen. En dan wordt het wel wat veel. Dus dat is een hele terechte vraag. Is er geen andere behandeling? Patiënten willen ook altijd weten, ben ik dan die patiënt die kan genezen, die na 2 jaar kan stoppen met die behandeling? Of ben ik nou net die patiënt die jarenlang, misschien wel levenslang, vastzit aan deze behandeling? Ook een hele terechte vraag.
En tenslotte, het is al enigszins voorbij gekomen, de bloedvatontsteking. Een minderheid van de patiënten heeft een bloedvatontsteking. En de vraag is altijd van, is bij deze patiënt, of de patiënt zelf vraagt, heb ik ook die bloedvatontsteking? En kunnen we daar, of moeten we daar onderzoek naar doen? Dat is ook de reden dat wij in het UMCG uiteraard onderzoek doen naar spierreuma. En binnen ons onderzoek proberen wij deze drie vragen dan ook te beantwoorden. We proberen te ontdekken hoe spierreuma ontstaat. Welke afweerreactie speelt een rol bij deze vorm van reuma? En kunnen we daar dan ook een gerichte behandeling bij zoeken? Want als je weet hoe het ontstaat, kun je misschien ook beter een keuze maken in een verdere behandeling. We hopen ook testen te vinden die kunnen voorspellen hoe het ziektebeloop in de tijd zal zijn. Of een patiënt, als die bij ons komt voor het eerst, net die patiënt is die moeilijk is af te bouwen met de prednison. Of die patiënt is waarbij we heel snel die prednison kunnen afbouwen naar nul en dan blijvend kunnen stoppen. Dus dat is ook een van onze aandachtsgebieden. En verder zijn we altijd op zoek naar testen waarmee we simpelweg bloedvatontsteking kunnen aantonen of uitsluiten. We hebben natuurlijk al die mooie scans, maar ja, het is lastig om iedere patiënt onder de scan te leggen. Dus we hopen simpele testen te vinden waarbij we enigszins een keuze kunnen maken wie onder die scan moet komen en wie misschien niet. Om onderzoek te kunnen doen naar een ziekte is het belangrijk dat we patiënten met die ziekte hebben. Dus die kunnen we onderzoeken, we kunnen daar bloed en andere zaken afnemen. En tegelijkertijd vinden we het ook heel belangrijk dat we mensen hebben die misschien die ziekte niet hebben. Want dan kun je de vergelijking maken. Want als je alleen mensen met de ziekte hebt, weet je niet, is het afwijkend, is het normaal? Dat weet je pas als je mensen hebt die die ziekte niet hebben of eigenlijk gezond zijn. Dus we proberen altijd binnen ons onderzoek de vergelijking te maken met mensen die in feite gezond zijn. En al die patiënten die doen mee aan ons onderzoek omdat ze dat zelf willen en omdat ze vrijwillig deelnemen aan het onderzoek. En vrijwillig extra bloedbuizen afstaan. En wij zijn hun daar ook zeer dankbaar voor. Want zonder patiënten en zonder vrijwilligers kunnen wij geen enkel onderzoek doen naar deze ziekte. Nou, wat gebeurt er dan met een spierreuma-patiënt als die bij ons komt? We doen uiteraard alle onderzoeken die we net hebben gezien. We starten een behandeling. Maar als een patiënt deelneemt aan ons onderzoek, zijn we er altijd heel erg precies op om te kijken van hoe is de diagnose gesteld. Zijn de klachten er? Passen die goed bij de diagnose? We kijken naar de labwaarden en we kijken naar de echo of de scan als die gemaakt wordt. En al die gegevens die leggen we heel nauwkeurig vast, zodat we die in de loop der jaren verder kunnen onderzoeken en analyseren en koppelen aan verdere bevindingen. Wat we dan extra doen, want eigenlijk vinden wij een beetje dat die eerste zaken, dat is iets wat altijd moet. Je moet goed een patiënt ondervragen, je moet goed een patiënt onderzoeken. Maar wat we dan extra doen voor ons onderzoek, is bloedbuizen afnemen. En dat is niet één, dat zijn vaak wel de patiënten die het hebben gehad, die weten dat het wat meer is dan één. Dus een schaaltje vol met bloedbuizen. Het wordt altijd goed verdragen bij de meeste patiënten. Wat we ook doen, is proberen ontstekingsvocht af te nemen uit bijvoorbeeld de ontstoken schouders van onze patiënten. En een nieuwe tak van sport binnen ons onderzoek is om niet alleen het ontstoken vocht uit de schouders te halen, maar eigenlijk de plek waar de ontsteking zelf zit, het weefsel. Dus ontstoken schouderweefsel willen we uiteindelijk gaan onderzoeken om te kijken hoe die ontsteking ontstaat. Nou, wat doen we dan met al die bloedbuizen? In dat bloed zitten heel veel stofjes en heel veel zaken waarin wij geïnteresseerd zijn. Bloed in het algemeen, als we het afnemen, is het gewoon rood. Dat hebt u vast wel eens gezien. Maar als we het even een tijdje laten staan, of als we het in een centrifuge stoppen, dan komen alle drie de zaken, de componenten van de bloed, die kunnen we dan onderscheiden. Dus wat er dan ontstaat, is drie lagen. De onderste laag, daar komen dan de rode bloedcellen. Maar daar zijn we wat minder in geïnteresseerd, want de rode bloedcellen die vervoeren het zuurstof. Verder niet heel veel. Dan daarboven zit de laag waarin wij heel erg geïnteresseerd zijn. Want daar zitten de witte bloedcellen, de afweercellen. En we denken dat de afweercellen de ontsteking veroorzaken in de spierreuma.
En verder, dan hebben we nog een gele laag, die zit aan de bovenkant. En daarin zitten de afweerstoffen. Dus niet de afweercellen, maar de afweerstoffen die worden aangemaakt door het afweersysteem. Dus ontstekingseiwitten, dat soort zaken. En hierin zitten bijvoorbeeld ook de ontstekingswaarden die normaal gesproken door de huisarts worden getest. Dus die zitten aan de bovenkant. Dus dit zijn de drie lagen van het bloed waarin wij geïnteresseerd zijn. En dan met name die twee bovenste. Als u een voorbeeld wilt zien, dan heb ik er hier eentje voor mij staan. Het is wat moeilijk van ver af te zien. Maar daarin zult u zien dat er inderdaad drie lagen zijn. Waarbij het middelste laagje wat lastig is te zien, omdat die heel klein is. Dus als u na de pauze of na mijn presentatie zin heeft om het in het echt te bekijken, dan staat hier een voorbeeld. Dus bloedonderzoek vinden wij erg belangrijk en we nemen dan ook bloed af. Waarom is het belangrijk? Nou, 1, omdat er afweercellen in zitten. 2, omdat er afweerstoffen in kunnen zitten. Maar wat ook fijn is, is dat het zo makkelijk is te verkrijgen. De bloedbuis die hier voor mij staat is net uit mijn arm genomen. Het was allemaal niet heel ingewikkeld en ik heb het overleefd. Dus het is ook veilig, zullen we maar zeggen. Verder is het natuurlijk zo dat al onze patiënten die krijgen standaard bloedonderzoeken. Dus dan is er al in feite een naald in de elleboog. En is het een kleine moeite om een paar extra buizen af te nemen voor het onderzoek. Dus het is niet een enorme belasting voor onze patiënten. Alleen, we weten dat hoewel het bloed soms wel iets zegt over ontsteking ergens in het lichaam, het is natuurlijk niet per se de plek waar de ontsteking in onze patiënten zit. Want die zit in de schouder, die zit in de heupen. Dat hebben we net geleerd. Dus de bloed is eigenlijk een beetje een indirecte maat voor ontsteking die ergens anders zit. Wil je iets zeker weten, dan moet je eigenlijk kijken op de plek waar daadwerkelijk de ontsteking zit. Zoals bijvoorbeeld de ontstoken schouders van de patiënten. Dus dat is de reden dat we toch vaak niet alleen met bloed tevreden zijn en ook verder onderzoek willen doen. Nou, de plek van de ontsteking van spierreuma is de schouder, onder andere. En daar zit een slijmbeurs, een klein zakje, wat ervoor maakt dat de spieren en de pezen goed over elkaar heen kunnen wrijven bij alle bewegingen die we maken. En dat zakje kan ontstoken raken. En op de echo kunnen we dat zakje bekijken. Nou, we zagen hier, toen straks zagen we een ontstoken slijmbeurs. Hier zien we een normale slijmbeurs zoals dat eruit ziet op een echo-onderzoek. Dus hetzelfde onderzoek dat wordt gemaakt om naar een baby in een buik te kijken. En wat we hier zien is niet een baby, maar we zien hier een witte lijn. En u moet mij een beetje geloven dat dat de slijmbeurs is. Tussen deze rode pijlen. Als de slijmbeurs niet ontstoken is, is die erg moeilijk te zien namelijk. Maar als die wel ontstoken is, dan ziet u het verschil. Want dan komt daar een zwarte, dikke zak, als het ware, te hangen over die schouder. En daarin zit ontstekingsvocht. Daarnaast is de wand van dat zakje is verdikt. Dus de wand van de slijmbeurs. Dus dat is het weefsel van de slijmbeurs. En soms zie je zelfs dat het wat begint te groeien, dat weefsel. En dat er een uitstulpingje komt in dat zakje. En dat is weefsel dat ontstaat door de ontsteking, bij de ontsteking. En daarnaast zien we dan het vocht. Dus deze patiënt had en ontstoken vocht en ontstoken weefsel in de slijmbeurs. En we denken dat dat iets is wat wij kunnen onderzoeken. Om te achterhalen hoe de ziekte ontstaat. Nou, één ding wat mogelijk is, is allereerst om dat vocht uit die slijmbeurs te halen. Uit dat zakje. Dat doen we met een spuit, een gewone spuit. Dus eenzelfde soort spuit als die in een elleboog gaat. Dat is allemaal niet heel ingrijpend. En wat we dan soms eruit kunnen halen, is ontstekingsvocht. Ontstekingsvocht, dat ziet er gelig uit, een beetje, het lijkt op urine, het is het niet. En als het echt ontstoken is, kun je er niet doorheen kijken. Want dat komt omdat er dan witte bloedcellen in dat vocht zitten. Als het niet ontstoken is, kun je er doorheen kijken. Dus het helder als gele ranja, zeg maar. Maar als er wel witte bloedcellen in zitten, ontstekingscellen, afweercellen, dan is het wat troebel. En u zult zien, als u zo meteen in de pauze hier even langskomt, dat u hier niet doorheen kunt kijken en dat hier ontstekingscellen in zitten. Dus dit is ontstekingsvocht dat we uit die schouder kunnen halen.
En in principe, meestal wordt dit door onze patiënten heel goed verdragen en hebben zelfs geen lokale verdoving nodig voor deze hele kleine ingreep. Daarnaast zijn wij van plan om binnenkort in ons ziekenhuis naast dat ontstekingsvocht ook het weefsel, dus het randje van het zakje, te gaan onderzoeken. Want dat is waar de echte ontsteking zit, denken we. Dus dat vocht, dat is leuk, maar is nog steeds niet de plek waar de echte ontsteking zit. Dus daarvoor zijn wij van plan om kleine biopten te nemen. Kleine stukjes weefsel met een naald, wel een speciale naald, om die uit die schouder te halen. En te onderzoeken op AW-cellen. En die kunnen wij onder een microscoop bekijken. En dan kunnen we precies zien wat voor ontstekingscel daar aanwezig is, of wat voor ontstekingseiwit. Dus dat is iets wat wij komend jaar gaan ontwikkelen. En dat is iets waarvan we denken dat dat meer zegt over hoe de ziekte ontstaat en hoe wij die ziekte misschien beter kunnen behandelen. Dit onderzoek is wel iets groter, deze naald is wat dikker, dus dit gebeurt wel onder verdoving. Maar in het algemeen nog steeds goed verdragen. Nou, wat onderzoeken we dan in dat vocht, in dat weefsel, maar ook in het bloed? Dat zijn de afweercellen. En we hebben heel veel verschillende soorten afweercellen. Ik heb hier een paar genoemd, omdat we daar erg in geïnteresseerd zijn binnen ons onderzoek. En dat zijn de T-cellen. Dat zijn cellen die weten wel hoe het zit. Die sturen de andere afweercellen aan en die zeggen van ga deze cel aanvallen of ga die bacterie pakken. En doe dat op deze manier. Dus dat zijn hele slimme cellen, dus die dirigeren het immuunsysteem. Dan hebben we B-cellen, die maken antistoffen. Dus de antilichamen die we in het bloed kunnen meten, zijn de antistoffen die kunnen ervoor zorgen dat als het gaat om infecties, dat je geheugen opbouwt tegen een bepaalde bacterie. En dan hebben we nog wat grappige cellen en die vreten andere cellen op. Dus die zijn niet heel erg genuanceerd, die vreten gewoon de geïnfecteerde cel op of die vreten een ontstoken cel op en die ruimen dat allemaal uit de weg. Dus dat zijn drie soorten AW-cellen die belangrijke rol spelen in het AW-systeem en waarvan wij denken dat die ook een rol spelen bij het ontstaan van spierreuma, dus de auto-immuunziekte. Nou, daarnaast geven al deze cellen stofjes af waarbij ze elkaar stimuleren en een beetje opjagen en meer ontsteking geven. En dat noemen we de afweerstoffen. En ook die stoffen die meten we in ons onderzoek. Ik liet u net een plaatje zien met drie afweercellen. Maar het is best wel complex, denken we, al die afweerreacties. Ik ga u niet vragen al die celletjes te bekijken en alle namen te lezen. Dit is een voorbeeld van een andere vorm van reuma, een andere vorm van auto-immuunziekte. En u kunt zien dat er heel veel cellen bij betrokken zijn en heel veel afweerstofjes onderling worden afgegeven, allemaal pijltjes. En overal waar een pijltje staat, daar is die cel op de een of andere manier die andere cel aan het beïnvloeden met stofjes, afweerstoffen. En dat is best complex. Nou, waarom willen wij dat weten? Niet omdat wij ons vervelen, maar omdat wij zulke goede behandelingen hebben. Als u vraagt van wat voor behandeling hadden reumatologen 40 jaar geleden, goud heeft de revue gepasseerd. Er waren er misschien nog een paar middelen, maar dan hield het wel op. En soms hielp goud heel goed, maar vaak ook niet. En in de afgelopen jaren hebben wij van een paar reumamiddelen een heleboel reumamiddelen gekregen. Waarbij in het begin de oude middelen vaak heel veel afweercellen en afweerstoffen remden, maar de nieuwere middelen vaak heel gericht één stofje of één afweercel konden remmen. En dit is bijvoorbeeld een voorbeeld. Zo hebben we een voorbeeld van een medicijn dat bijvoorbeeld in infuus wordt gegeven, dat één type cel plat kan leggen, uit de weg kan ruimen en daarmee soms bepaalde vormen van reuma helemaal tot rust kan brengen. Dat is mooi, want dan hoef je niet al die andere cellen plat te leggen. En dat is weer goed, want dan heb je toch nog een beetje afweer over om die infecties tegen te gaan. Dus dat vinden wij een mooie, elegante behandeling om eventueel een reuma te behandelen. Een auto-immuunziekte. Nou, dan hebben we andere middelen, die leggen wat andere stofjes plat. Misschien een afweerstof en niet een cel. Maar die laten de rest ongemoeid, maar kunnen bijvoorbeeld ook misschien de spierreuma tot rust brengen. Prednison daarentegen, het werkt heel goed. Waarom werkt het zo goed? Omdat het alles
een beetje platlegt. Alle afweercellen, alle afweerstoffen, het heeft allerlei effecten. De bijwerkingen kwamen net al langs, maar op de afweer heeft het een hele, hele ruime werking op heel veel afweercellen. En misschien is dat niet nodig om het hele afweersysteem af te remmen en kunnen we misschien gerichter een behandeling te geven. Dus eigenlijk komt het op neer dat wij proberen met ons onderzoek het ontstaan van de ziekte beter te begrijpen, zodat we ook beter weten waar we moeten ingrijpen op de afweerreactie. En wat we eigenlijk proberen is heel gericht een paar zaken uit de afweerreactie te halen, zodat de reuma tot rust komt, maar niet zodanig dat de hele toren instort en er geen afweersysteem meer over is. Dat is de uitdaging als het gaat om de behandeling van spierreuma voor de toekomst. Dus dat is waarom wij al die zaken willen weten. Nou, wat weten we dan van spierreuma, hoe dat ontstaat? Ja, daar moet ik u toch teleurstellen als het gaat om de kennis over de afweerreactie. Die is nagenoeg aanwezig. Dus wij vinden het erg belangrijk om die gaten, die hiaten, de komende jaren op te vullen. Dus in vergelijking met andere auto-immuunziekten weten wij eigenlijk bijna niks over wat voor afweerreacties rondspelen. En dus weten we niet wat voor gerichte behandelingen eventueel bij deze ziekte zouden kunnen helpen. Dus daarom vinden wij eigenlijk dat onderzoek zeer, zeer belangrijk is in deze veel voorkomende ziekte. Nou, dat is de uitdaging voor de komende jaren, maar op de kortere termijn moeten we natuurlijk ook behandelingen zien te vinden. En daarom, het werd net al kort genoemd, doen we ook onderzoeken toch met wat oudere reumamiddelen, omdat we er heel veel ervaring mee hebben, omdat we die goed kennen en omdat die ook sneller misschien beschikbaar zijn voor onze patiënten. Alleen, we moeten het wel gaan testen in onderzoek om te kijken of het echt werkt. Maar de resultaten zijn tot nu toe veelbelovend. En wat ook een voordeel is, als we het hebben over nieuwe middelen voor reuma en oude middelen, is dat ze iets meer betaalbaar zijn. Dus we kunnen veel meer patiënten hiermee behandelen dan met een nieuwe behandeling, omdat de kosten ook wel lager zijn. Dus je hebt over een paar honderd euro per jaar tot vele duizenden euro's per jaar. En dat is per patiënt. Dus we moeten daar ook zeker oog houden voor de oude middelen. Want als die goed werken en als die geen bijwerkingen geven, waarom zou je dat dan niet geven? Dus dat is ook iets waar wij toch binnen ons onderzoek oog voor blijven proberen te houden. Nou, als dan een patiënt bij ons komt, dan proberen we ons werk zo goed mogelijk te doen. Heel goed alles vast te leggen. We nemen al die bloedbuizen af. We nemen het ontstekingsvocht af. En in de toekomst gaan we ook het weefsel afnemen voor onderzoek. En wat we dan vervolgens doen, dan is het onderzoek niet klaar, maar dan gaat het verder. Want dan starten we een behandeling met momenteel nog prednison. En wat voor ons net zo belangrijk is, is om dan in de loop der tijd te kijken hoe gaat het met de patiënt en hoe verloopt het hele ziekteproces. Dus wat we doen, is we gaan de patiënten niet, proberen ze niet uit het oog te raken, maar dicht bij ons te houden en te vervolgen in de tijd. Terwijl we de prednison afbouwen, kijken we hoe het gaat. En dan hebben we uiteindelijk een groep van patiënten waarbij de prednison heel makkelijk is af te bouwen. Binnen een jaar is het klaar en hoeft het ook niet weer hervat te worden. Maar er zijn ook patiënten, het werd net al benoemd, waarbij dat heel moeilijk gaat. Waarbij we het niet kunnen afbouwen. Als we een snufje eraf doen, dan komen de klachten weer terug, loopt de ontsteking op. En die patiënten die zijn soms levenslang vast, zitten die vast aan de behandeling. En aan het begin weten we nog niet tot welke groep de patiënt hoort. Om dat zeker te weten, moeten we de patiënten vervolgen. Nou, waarom is dat nou zo interessant, denken wij? Is omdat je uiteindelijk dan met hulp van die gegevens achteraf weer terug kunt kijken. En omdat we aan het begin al die symptomen, al die bloedtesten, al het weefsel hebben afgenomen, kunnen we vervolgens kijken, zijn daar zaken in het begin aanwezig die verschillend waren tussen die twee groepen. Met andere woorden, kun je voorspellen aan het begin of er factoren zijn die ervoor maken dat iemand moeilijk te behandelen is of makkelijk. En dat is een van de uitdagingen. Patiënten vragen ons dat.
En waar wij ook heel veel tijd en energie in stoppen om daar een antwoord op te geven. Van kun je kijken aan het begin, is er een patiënt die moeilijk of makkelijk te behandelen is in de toekomst? Nou, dit is één veelbelovend voorbeeld. Het is nog in een pril stadium van een jonge getalenteerde onderzoeker in onze afdeling, Yannick van Sleen. En die heeft een stofje gevonden dat we hebben gemeten aan het begin van de ziekte. Dus toen we eigenlijk nog niet goed wisten van welke kant het opgaat met de ziekte. Vervolgens hebben we al die patiënten netjes vervolgd in de loop der tijd. Dus die moesten heel vaak bij ons terugkomen om te kijken hoe het gaat. En uiteindelijk hadden we een groep patiënten die prednison, aan het begin had iedereen prednison, 100%. Hadden we uiteindelijk een groep patiënten waarbij aan het einde nog maar 10% of minder van de patiënten prednison nodig had in het loop der tijd. Daartegen hadden we ook een groep patiënten die aan het eind van de rit, en we hebben het hier over 60 tot 80 maanden, dus een lange tijd, nog steeds grotendeels aan de prednison zat. En die groepen konden we onderscheiden op basis van die afweerstof die we aan het begin van de ziekte hadden gemeten. Dus de vraag van de patiënt is, kunnen we voorspellen tot welke groep een patiënt gaat horen? We denken dat het misschien wel mogelijk is, alleen onder voorbehoud, het is nog een pril onderzoeksuitkomst. Dus we zullen dit in een grotere groep patiënten moeten verifiëren en opnieuw moeten bekijken of het echt zo is. Maar het is in ieder geval veelbelovend en het suggereert dat we toch in de toekomst misschien kunnen voorspellen hoe de ziekte zich gaat gedragen. Een andere vraag die patiënten ons vaak stelden is dan die bloedvaatontsteking. Van, heb ik dat nou of heb ik dat niet? Moet ik nou onder die PET-scan liggen of is dat zinloos? Binnen hetzelfde onderzoek hebben we ook afweerstof gevonden, waarbij we in een groot deel van de patiënten kunnen uitsluiten of er bloedvatontsteking is of niet. Ook dit is nog in een pril stadium, maar ook dit vinden wij wel veelbelovend. En wat we hebben gedaan is de afweerstof meten in het bloed, wederom. Kijken patiënten met een lage spiegel en een hoge spiegel. En wat gezien werd is dat meer dan de helft van de patiënten had een lage spiegel en 0% van die patiënten had bloedvatontsteking. Dus met andere woorden, hier hoef je geen PET-scan te maken. Dat is weggegooid geld en weggegooide moeite. Aan de andere kant, als die afweerstof hoog is, dan moet je misschien achter het oor gaan krabben van is er niet meer dan spierreuma aan de hand. En is het misschien toch ook een bloedvatontsteking aan de hand? En is het toch misschien gerechtvaardigd om wat meer onderzoek daarop te gaan uitvoeren? Dus dit is een voorbeeld van ook een simpele test die we nog verder aan het onderzoeken zijn. Maar die suggereert dat we ook met simpele testen misschien in de toekomst kunnen zeggen wie die bloedvatontsteking heeft en wie niet. Dus dit zijn de uitdagingen voor de toekomst, maar op zich ook de veelbelovende resultaten binnen ons onderzoek. Dus als ik het samenvat, de kennis over het ontstaan van de spierreuma, ik denk dat dat essentieel is. Niet alleen omdat dat onze nieuwsgierigheid kan beantwoorden, maar ook omdat het kan helpen gerichte behandelingen uit te kiezen. En die gerichte behandelingen zijn niet nieuw. Die bestaan al. Die worden gegeven voor andere vormen van reuma. Alleen wij weten nog niet of die ook voor spierreuma helpen. Omdat wij niet weten hoe spierreuma ontstaat. En omdat wij niet weten welke afweercellen of afweerstoffen betrokken zijn bij deze ziekte. Dus we hebben op de plank een heleboel middelen, maar we hebben geen enkel idee of die enig nut zouden kunnen hebben of niet. Die kennis is essentieel. En daarom hebben wij naast bloedonderzoek ook denken wij schouderweefsel en schoudervocht nodig om daar een beter beeld van te krijgen. We zijn dan op zoek naar gerichte behandelingen, dat zijn de nieuwe reumamiddelen. Maar uiteraard proberen we ook te kijken naar de oude middelen, omdat we daar meer ervaringen mee hebben. En omdat die, als we naar de grote getale patiënten kijken, ook betaalbaarder zijn en houdbaarder voor onze financiën, zullen we maar zeggen. En verder is binnen het onderzoek niet alleen belangrijk om aan het begin te kijken, vinden wij, maar ook om al onze patiënten goed te vervolgen in de loop der tijd. Om te kijken of de ziekte niet terugkeert, of wij de prednison kunnen afbouwen. En uiteraard om ook te kijken naar alle bijwerkingen
die kunnen ontstaan door de prednison. Dus dat is wat wij in het UMCG op dit moment aan het doen zijn. Waarmee wij proberen de zorg voor spierreuma toch een beetje naar de 21ste eeuw te trekken. En een beetje op niveau te krijgen in vergelijking met andere vormen van reuma en auto-immuunziekten. Want we denken dat het niet te verkopen is de komende 10, 20 jaar dat we nog steeds niks afweten van deze ziekte en alleen nog maar prednison als behandeling hebben. Dus dat is het doel, betere behandelingen, meer kennis over de ziekte, gerichtere behandelingen en uiteindelijk ook behandeling op maat. Want als we weten welke ziekte moeilijk te behandelen is, kunnen we die misschien aan het begin van de ziekte al anders gaan behandelen dan iemand waarvan we denken, nou binnen een paar maanden is die prednison wel klaar en is de patiënt genezen. Dus ook dat is iets voor de toekomst waar wij naartoe werken, om behandeling op maat te geven. Omdat we denken dat de ene spierreuma de andere spierreuma niet is. Daar zit verschil tussen. En dat verschil moeten wij onderkennen. En daarmee komt mijn deel ten einde. En gaan we verder met de quiz. We hadden volgens mij zo net een 50% score, maar... Ja. We gaan samen even kijken. De eerste vraag was de zaal verdeeld. De tweede vraag was eigenlijk, had u al heel veel kennis? Dat was leuk voor ons om te zien. Vraag 1. Is spierreuma een aandoening van de spieren? Ja of nee? Wie antwoordt ja? Nee? Nou, goed gedaan, hè? Nou, applaus voor u, want dan heeft u goed opgelet. En de tweede vraag... ik moet zelf doorklikken. Is spierreuma hetzelfde als fibromyalgie? Ja of nee? Nou, ik denk een eenstemmend nee na deze avond. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat iedereen heeft... een juiste diagnose is heel belangrijk om te komen tot de juiste behandeling. U heeft denk ik twee hele mooie verhalen gehoord. Eén verhaal over wat een patiënt, hoe een patiënt is en wat het kan inhouden en de last ook van de spierreuma. Het is ook intrigerend omdat het een ziekte is van oudere leeftijd en we hopen natuurlijk met z'n allen gezond ouder te worden en we leren ook heel veel over dat afweersysteem. Dat heeft u gehoord in het tweede deel en waarom richt het afweersysteem zich dan tegen je eigen lichaam? Het onderzoek is niet mogelijk zonder u, dus we zijn ook heel blij. Ik heb een aantal mensen die deelnemen aan het cohortonderzoek ook in de zaal gezien. En we hebben nieuwe patiënten nodig. Dus verdenking spierreuma patiënten zijn zeer welkom bij ons. Dus als iemand niet bloedafname wil of niet een biopt, dat kan ik me ook voorstellen, alhoewel het heel goed verdraagbaar is, mag je ook altijd nee zeggen. Maar ik denk samen leren we en samen met u kunnen wij leren over dit ziektebeeld. En hopelijk in de toekomst beter kunnen vertellen aan de patiënt, om beter te kunnen vertellen wat is de ziekte en ook beter te kunnen behandelen. Dus ik dank u voor uw aandacht. En dan sluit jij. APPLAUS